Daar zijn we dan weer met een nieuwe NEC-update. We zijn weer begonnen. Ja, de voorbereiding is vandaag dan echt officieel afgetrapt met de eerste training hier op het trainingscomplex De Eendracht. En die werd druk bezocht. Veel mensen hadden toch of een vrije dag. Veel scholieren die hebben blijkbaar al vakantie. Want het was druk en dat geeft dan toch ook weer in ieder geval een leuk sfeertje. En ook voor de trainer moet het fijn zijn dat we weer zijn begonnen. Ja, kop is eraf, zeggen ze dan altijd. En de eerste dag is altijd een beetje... Dat zei ik vanochtend altijd een beetje onrustig, iedereen een beetje aftasten. Maar dat zag er prima uit en dat was lekker. Nou, dan zeg je lekker te relaxen en te ontspannen, maar in die weken is er best wel veel gebeurd. Kun je dan wel een beetje relaxen, want de ene naar de andere speler ging weg? Ja, dat is misschien voor de buitenwacht is dat verrassend of een verrassing. Wij zijn natuurlijk op de hoogte van de meeste dingen die spelen en... Een aantal spelers hebben zelf voor gekozen om niet meer verder te gaan. Een aantal spelers wisten ook dat daar belangstelling voor was. Dus voor mij was het niet zo'n verrassing. Nee. Maar het is ook wel een beetje onrustig. Hè? Je hebt de selectie, is nog niet compleet. Het oefenprogramma wat elke keer aangepast moet worden. Is dat wel lekker om dan zo op te starten? Er is denk ik geen elftal in de Eredivisie of de selectie compleet heeft, geen club. Dus dat is niet anders dan de voorgaande jaren. En vandaag hadden we met 15 man. Lastie deed wat individueel werk, dus een 16. Maandag komt Bram erbij, dus dan is er weer een speler bij. En ik denk dat er volgende week nog wel één of twee bij komen, dus dat valt allemaal wel mee. En ook daarin in het oefenprogramma, dat is meer voor de buitenwacht. Wij weten natuurlijk hoe het werkt en wat er gedaan wordt. Dus ik heb daar niet zo'n onrustig gevoel van, nee. Ja, en de Japanse spits hier komt ook volgende week? Ja, die kans is wel aanwezig. Dus daar ga ik in principe wel vanuit, ja. Goed, een aantal nieuwe gezichten hebben we natuurlijk ook wel weer gezien. Er zijn er veel weg, maar er waren natuurlijk ook wel een aantal nieuwe. Niet allemaal zijn ze er al, maar in ieder geval Lars Odem Larsen was er vandaag. Die trainde nog wel een klein beetje apart, want die heeft wat klachten, zo zegt de trainer. Kijk, hij heeft natuurlijk in Zweden loopt het seizoen wat anders. Dus hij heeft gewoon tot een aantal weken geleden nog gewoon competitie gespeeld. En heeft een kleine break gehad. En net voor die break had hij wat lichte klachten. Dus vanuit het reizen wat hij de afgelopen dagen heeft gedaan. Wennen aan een nieuwe omgeving. Laten we hem de eerste twee dagen even opstarten. En dan sluit hij maandag aan. Ja, en dan Sjöntje Hansen was er weer bij. En die nieuwe speler die vandaag gepresenteerd is. Op huurbasis komt hij een jaartje over van Ajax. En dan heb ik het over Joeri Baat. Ja, Joeri, welkom in Nijmegen. Ja, dankjewel. Hoe is het zo de eerste dagen hier? Ja, goed. Goed. Vanochtend papierwerk afgerond en ik zeg blij om hier te zijn. En hoe gaat dat dan zo'n eerste dagen hier met spelers? De contacten die je dan legt? Of zijn er jongens, ik laat je Nijmegen zien? Of hoe moet ik dat dan zien? Nou, ik heb nog niet heel veel tijd gehad om de stad in te gaan, moet ik zeggen. Maar ja, gewoon vandaag de eerste training. Ik bedoel, Sontje, die ken ik. Las heb ik meegesproken. En ja, vanochtend met z'n allen aan de ontbijttafel een beetje een praatje gemaakt. Dus dat zit wel goed. Je komt over van Ajax op huurbasis. Wanneer was het daar voor jou duidelijk dat je misschien wel eens ergens anders een seizoen moest gaan spelen? Denk richting het einde van het seizoen. Einde van het seizoen. En dan kijk je hoe je erop staat en wat het beste is voor jou als speler. Richting aankomend seizoen. En dan is dit een hele mooie optie. En hoe kwam NEC dan zo op de radar bij je? Ja, met mijn zaakwaarnemer eigenlijk. En het sprak me wel aan. Ik bedoel, prachtige omgeving, goede mensen. Met de trainer gesproken ook. Ja, dat zit gewoon, dat voelt allemaal goed. Ja, wat zit er dan zo goed als je met de trainer praat? Wat is dan die klik die je dan hebt? Ja, ik ben sowieso, Carlos is toen naar het kantoor gekomen van mijn zaakwaarnemer, gesprek gehad. En het tweede gesprek hier op het complex. Ja, gewoon de mensen die hier werken en de technische staf, et cetera. En de spelersgroep. Ja, dat ziet gewoon allemaal heel goed uit. Veel kwaliteit. Dus ik denk van ja, waarom niet? Het voelt goed. Ja, dat moet goed komen met Joeri Baat hier in Nijmegen. Die gaat vast en zeker de stad nog wel even een beetje ontdekken. Ja, en de andere spelers dan, die Bram Nuiting. Nou, die komt pas aanstaande maandag gaat hij hier aansluiten. Die is nog even in Italië om daar nog even afscheid te nemen. Waarschijnlijk van vrienden wie die daar gemaakt heeft. Tafsan heeft natuurlijk met Jong Oranje meegedaan. Dus die is nog even op vakantie. Die sluit pas 9 juli weer aan bij de selectie. Als hij niet misschien nog wel een transfer gaat maken. Want ook dat kan natuurlijk zo nog maar zijn. Want er waren clubs die...
interesse hebben in Tafsan. Dus het zal me niks verbazen als NEC die toch nog gaat verkopen. Want ja, volgend jaar loopt die transfervrij weg. En verlengen, dat lukt nog niet helemaal. Ja, en dan Maurice, zijn er nog andere transfernamen of iets wat je hebt gehoord? Ja, er zijn heel veel namen natuurlijk voorbij gekomen. Zoals dat altijd is in deze periode. Maar heel veel, ja, die kloppen gewoon echt helemaal niet. Verdi Drijf komt altijd voorbij, die naam. En ook Mo Iritari kwam voorbij deze week. Werd ik nog opgeëpt of dat inderdaad echt wel zo zou zijn? Nee. Goed, maar mochten er namen zijn, dan houd ik je in ieder geval op de hoogte op mijn Twitter-account. Daar kun je in ieder geval kijken voor het laatste nieuws rondom NEC. En wij zijn er heel snel alweer, want we gaan wat vaker nu de updates doen. Want we gaan nog eventjes praten aanstaande maandag bijvoorbeeld met Bram Nuiting. Die is dan terug. Ik ben benieuwd naar zijn verhaal. Dat in de volgende update. Graag tot dan.